Voor Casper de Leeuw op de tweede positie. Op drie zien we daar aan de man met 188, Guus Vierman. 13 tot en met 15 jaar vertrokken voor hun finale. We zijn vertrokken met Randy Langens. Hij lijkt hier die koppositie te pakken of toch niet. Zien we daar dan toch de man van Barendrecht, Sean van Eekhout, doorschuiven. Ja. Nee, het is niet van Eekhout doen, het is Boyd Visser die natuurlijk doorschuift naar die koppositie. Visser op kop en maakt gelijk het gat hoor. Het gat naar Langens. En op de derde plaats zien we dan Rens Bos die nog op moet passen voor zijn clubgenoot die eraan zitten te komen. Voorop, daar lijkt mij geen spanning meer te staan. Die mannen maken geen fouten meer. Boyd Visser heeft het niet. De tweede plaats is voor Renny Langens en komt daar het sprintje op de derde plaats. Het sprintje op de derde plaats wordt gewoon door Rens Bos.